Ze zijn nog nauwelijks over de teleurstelling heen bij PSV. De pijnlijke nederlaag tegen PAOK Saloniki is frustrerend voor de spelers en trainer Roger Smit. Maar het is dan ook een pittige tijd geweest. Een druk programma en veel uitval door de coronabesmetting in het team zorgde ervoor dat dezelfde spelers vaak in actie moesten komen. You have to consider our situation. So we are a young team. We miss a lot of players. The players who are fit. They play now a lot of matches in a row, international season. If you play international season, it's always a challenge. De komende interlandperiode helpt ook al niet om als team te kunnen herstellen. Eigenlijk zijn er de komende weken nauwelijks spelers die meetrainen. A lot of players they need to get built up physical wise. And of course we could use the 2 weeks also to have them training, but it's not possible. Maybe we only have I think right now we have 3 players in training the next 2 weeks. All the other players are with the national team or injured or positive. Smit hoopt dat het team zondag tegen Willem II wel weer voldoende op sterkte is om gewoon te kunnen winnen. De wedstrijd begint zondagavond om 8 uur en is live te volgen via Studio 040 Radio.